can't just walk into Fimbulwinter. We're going to have to be creative, love, if we're ever going to make it. Look over there. That's the Cathedral of Cascades. It was used for ritual worship of the mountain. Inside, there's a device that can build a bridge to the heavens. It'll take us halfway up Fimbulwinter. An express pass. Right, love? Seems something finally came to mind, little one. While you're in the remembering mood, you wouldn't happen to know where the entrance to Inferno is up there, would you? Inferno? You must be in some shit if you're volunteering to go there. Let me put it this way, love. Once we get to the mountain, you'll get your choice of going up or going down. Fimbulwinter doesn't let you just stick around. And which way will you be going? Me? What's the matter, little one? Scared of what comes next? Shut up! Just get me to the mountain! Little one! Get away from me! Welkom iedereen bij Bayonetta. Ja, tijd voor een bossfight. Eens in de zoveel tijd heb jij een gigantische bossfight. En dit is chapter 3, Paradiso, The Gates of Paradise. Deze fight is letterlijk alleen maar tegen Glamour. En meer doe je niet. Wat ik hier gebruik is het wapen wat we de vorige aflevering hebben gekregen. Die ook uit William Tell naar voren kwam. Dit is Kafka. Waarom het zo simpel klinkt, dat weet ik niet, maar ja. Long range weapon. Het element van deze is poison. Dus niet demon dit keer. Dus ook niet demonic poison. Nee, het is gewoon poison. Best geinig. De Wicked Weaves en de Umbran Climax is Carnage. Laat ik zo meteen zien waarom die Carnage heet. En de Golden LP is de William Tell Overture. En hij heeft wat vergelijkbare met de Angelic Bow van de Applauds. Nou, waarom gebruik ik Kafka? Omdat merendeel van deze fight long range is. Glamour summont een paar ruïnes, maakt een paar dingen kapot. En merendeel van de tijd sta je niet echt bij hem in de buurt. Dus een short range weapon, zoals bijvoorbeeld de Raksha, kan je wel gebruiken, maar moet je echt puur in witch time zijn. Voor de rest, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Love is Blue, waarin wij ook soms nog de pistolen kunnen gebruiken als een melee option, Kafka is puur en alleen long range. Dus in vergelijking met heel veel andere wapens is Kafka zeer beperkt in zijn nut. Hij is vergelijkbaar met de Shuraba van Bayonetta 1, maar veel doet hij niet echt. En Samsa is de Jean variant. En er was ooit een discussie om bijvoorbeeld meer kostuums te maken voor de characters, wanneer ze dat hadden. Dus ja. Kafka is een hele rare referentie. Het is niet echt per se een demon. Het is meer uit de mythologie. Van het verhaal de Metamorphosis. Beetje hetzelfde idee als Animorphs. Geschreven door de Franz Kafka. De story is about a young man die wakker werd en opeens was een insect. Hij was een libelle volgens mij. En Samsa is de surname van de man in de boek. Dus daarom heet Jean's wapen de Samsa. En meer valt niet te vertellen over deze. Het enige wat nog speciaal is dat hij Carnage summont. Maar Carnage
is niet echt een demon. Dat is een beetje het rare van deze. Wat Carnage zijn is een hele zwakke infernal demon. Ze leven eigenlijk alleen maar in de bow. Je ziet soms heel kort dat er een grote pil of een grote larve op de boog zit. Daar komen de carnages uit. En carnages zijn niks meer dan grote bijen of demonische libelles. Het is niet echt goed te zien met een fight zoals hier. Voor de rest niet heel veel. Ze hebben gewoon de weapon affinity met Kafka. En ze worden ook gesummoned voor de torture attacks op de malicious. Malicious zijn demonen die we veel later pas gaan zien. Dus niet super interessant eerlijk gezegd. Maar het enige wat ze dan doen is dan... worden de beesten gesummoned en dan gaan ze de demon opeten. Dat is het. Dus ja, ik probeer als ik een nieuw wapen kan unlocken deze mee te nemen voor het volgende chapter. Nou toevallig, ik gebruik vaak wel Kafka bij deze fight. Omdat, nou ja, het is allemaal range, dus het is op zich prima dit. Maar meer dan van de tijd hou ik mij bij de Rakshasa. En 2 à 3 andere wapens die we later kunnen krijgen. Ik denk dat ik later nog een keer de andere wapens behandel van Bayonetta 1. Omdat die op zich interessant zijn. En sommige wapens hebben een parallel aan de wapens van deze game. Maar ja, omdat dit erg uniek is qua wapen. Omdat het, in principe is het niks meer dan een simpele bow and arrow. Ja, is het aardig simpel. Geinige vind ik ook nog. Bow and arrow, pijl en boog. Het onderdeel wordt in Engels later benoemd, maar in Nederlands eerst. Wat is grammatica toch raar? Terwijl je in principe zegt boog en pijl. Klinkt het niet, maar zo ben je ook opgevoed. Omdat de Nederlandse taal je het zo leert. Net zoals de, het of een. Qua regels zitten er wel regels in, maar die regels zijn zo verdomd onlogisch. Dat merendeel van de tijd je zegt van, ja oké, kies maar wat het beste aanvoelt. Nou ja, dat is zo raar voor mensen die niet Nederlands hebben geleerd. Dus dat maakt soms die dingen wel interessant. Oké, nou we zijn bijna klaar met Glamour. En je zag ook wel dat er een paar andere Glamours zaten. Dus je kan ook wel zien dat dit geen hoge demon is. Dat is omdat er meerdere van deze versie hier rondlopen. Dit is geen Temperance, dit is geen Fortitudo, dit is geen Iesticia. En dit is ook geen Sapiencia. Dus ja, het zijn gewoon random enemies. Ik vind hem qua fight wel geinig, maar ja. Qua design vind ik hem gaaf, maar dat is het. Nou, en dit maakt hem soms een van de mooiste dingen. Hier zie je Diomedes. Het paard wat soms wordt gesummend. Nou, voor dingen zoals dit is Diomedes heerlijk. Maar ja, dat was het. Ik zou zeggen, geniet van de cutscenes en tot de volgende keer. Laters. I don't recall asking for your permission. Oh, and I was wrong about our final destination. Going down. Oh, my God.
forgot about that.